alle tips en stappen voor koken in de keuken op een rijtje video. In deze video komen alle tips langs zonder dat ik er veel bij ga uitleggen, dus geen tijd te verliezen, hier komen ze. Nummer 1, jas en tas en telefoon niet meenemen. Nummer 2, sieraden weg, lang haar in een staart en doe je schort om. Nummer 3, handen wassen, ik bedoel goed wassen. 4, check je werkplek, is alles er? Let op de kleuren snijplanken, geel voor kip, rood voor vlees, wit voor brood en kaas en groen voor groente en fruit. 5. Check je recept. Lees die goed en plan je stappen. De stappen in je recept hoeven niet per se in de meest handige volgorde te staan. Denk zelf goed na. 6. Ingrediënten halen. Ga je ingrediënten halen zonder te vaak heen en weer te lopen. Doe niet alles in losse bakjes, maar wat er bij elkaar kan, doe dat in één bak. 7. Deel je werkplek in. Leg een bord om mes en bestek op te leggen tijdens het koken en naast die pannen. Voor je ligt je snijplank en rechtsboven je recept, zodat hij niet vies wordt. 8. Aan de slag. Snij met een koksmes en schil dun met een dun schiller. Snij groente en fruit in, bijvoorbeeld julienne, brunoise, chinoise of hakken. Check de filmpjes en ontdek hoe je dat handig en netjes doet. Maar eerst natuurlijk je groente wassen, voor je er ook maar iets mee doet. 9. Zet je weegschaal in de juiste eenheid met unit en zet hem op 0 met ter. En nooit zomaar ingrediënten erop leggen, altijd in een bakje of op een bord. 10. Hou de bol netjes, ruim tussendoor op. Doe wat je niet meer nodig hebt direct na de afwas. Mors je iets, ruim het gelijk even op. Het scheelt echt een hele hoop. 11. Veeg je handen niet af aan je schort. Spoel je handen even af onder de kraan en maak het droog met een handdoek. 12. Over schoonmaken gesproken, gebruik een vaatdoek om tussendoor schoon te maken. Dat scheelt later bij het opruimen echt heel veel. Gebruik voor schoonmaken niet een handdoek. Die is voor, juist, je handen droog te maken. En een theedoek gebruik je om je schone vaat mee droog te maken als je klaar bent met afwassen. 13. Heb je vlees gesneden? Was direct je handen, mes en snijplank voordat je verder gaat. Wel zo hygiënisch. 14. Zorg ervoor dat je olie in de pan goed warm is en schroei het vlees snel rondom dicht. Doe daarna het vuur zachter en laat rustig gaar worden. 15. Als de binnenkant van de pasta nog een beetje wittig is, dan is die nog niet gaar en moet die nog even. 16. Proef je brouwsel met 2 lepels. Steek nooit een lepel die in je mond is geweest terug in de pan. Getver. 17. Klaar? Serveer hem maar! En graag warm en mooi. Dat kunnen je gasten zeker waarderen. Zorg ervoor dat de rand van je bord schoon is en dat het geheel er smakelijk en verzorgd uitziet. Check de film Serveren en Opdienen voor meer tips hierover. 18. En dan opruimen. Verzamel je vaat op 1 plek. Maak de andere kant schoon met een vaatdoekje en leg een handdoek onder je afdruiprek. Pak je afwasstijl en doe er een beetje afwasmiddel in. Vul deze met goed heet water. En afwassen heeft een heel belangrijke volgorde. Kan jij raden waarom? Eerst is glaswerk, dan servies zoals borden en zo, dan bestek en messen, dan schaaltjes en bakjes en dan je snijplanken en als laatste je pannen. En dan nog een pro-tip. Tussen de afwasbak en de rand van de gootsteen zit een beetje ruimte. Een vies bord kan je eerst even onder de kraan afspoelen zodat het water niet in je afwasstijl loopt, maar ernaast in de gootsteen. En daarna gewoon het bord lekker wassen in de tijl. Zo hou je je afwaswater lekker lang schoon. Zorg ervoor dat je alles op zijn kop of rechtop in het afdruiprek zet, zodat het water er goed vanaf kan stromen. Dan maak je met een vaatdoekje het aanrecht goed schoon en droog. Droog alles goed af met een theedoek en zet neer op je schone droge aanrecht. Ga dan aan de slag met het schoonmaken van je gootsteen met een vaatdoek en vergeet ook zeker het putje niet. Maak droog met een theedoek. Dan is het tijd om je docent erbij te halen. Die gaat controleren of je alles echt goed hebt schoongemaakt en droog. En zo ja, heb jij de vaat netjes opbergen op de plek waar het hoort. Zo, dat waren een heleboel tips. Ik kan me voorstellen dat je die niet allemaal kan onthouden. Kijk alle filmpjes, want daarin komen alle tips rustig langs. En check de langere film Complete Maaltijd van begin tot eind, waarin je alle tips in de praktijk voorbij ziet komen. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.